begin van het seizoen vond ik eigenlijk heel goed, zoals de Europese campagne. Ze hebben het heel goed gedaan, maar ze hebben het af en toe in de laatste minuten een beetje laten liggen, vind ik. Ups en downs. Tegen grote ploegen altijd wel iets meer. Soms goed, hè, maar ze zijn altijd voorgekomen en daarna ja, terug op gelijk. Ja, we hebben een mindere periode gehad, maar momenteel matcht. Allee, het is er terug. Vanavond zie ik het positief in. De winning mood, het teruggepakt tegen Club Brugge, nou toch iets mindere periode. Ik denk dat het wel een goede match gaat zijn. Ik denk dat we hier wel gaan winnen. Ik denk dat we voetbal gaan zien vandaag. Ook overwinning. Minstens 2-1. 3-0, 4-0. 2-0. Ik denk schat 2-0. 3-1. Schitterend Antwerp vandaag. Ik denk niet dat je een betere wedstrijd dit weekend gaat zien. Een zeer sterk Antwerp wint praktisch alle duels. Heel gevaarlijk. Ik denk dat Antwerp heel goed bezig is en dat er veel sfeer is op het stadion. Ik denk dat ze het een beetje het systeem van vorig jaar zo wat over terug opnieuw proberen. En daar hadden we toch, vind ik zelf, meer resultaat bij. Blijf offensief spelen. Ja, misschien 3-1, 4-1 pakken. Als we zo een heel juist seizoen spelen, dan zou Brugge het wel heel moeilijk kunnen krijgen. Ik heb een fantastische sfeer meegemaakt. Ik heb een ploeg gezien die terug vecht om te winnen. Ik vind de eerste keer dat Antwerp een fantastische wedstrijd speelt. Deze manier gaan we wel hoog eindigen. Dan denk ik dat we wel zeker top 3 kunnen halen.